grijs met soms lichte regen. Vanmiddag wordt de neerslag wat intenser vanaf het westen. Er wonen hier 8 jongens en ze komen van alle delen van België. Het is net of het mijn eigen kinderen zijn. Hun het gevoel geven dat ze in een familie wonen. Dat ze nog altijd op ons kunnen rekenen. Dat ze zich hier thuis voelen. Ja, voor hun zorgen. Wij moeten 's ochtends opstaan, eten. En dan onze chauffeur brengt ons naar school. Het is heel leuk, want dan moet je niet elke dag heel lange afstanden afleggen. En je bent ook een beetje met jouw vrienden en zo. Les deux, c'est important. Ouais, l'école et le foot. C'est comme ça, tu as un bon exemple au foot et à l'école. Et si maintenant on a une grave blessure, ça serait dur de continuer dans le foot. Pour changer d'autres sports, il faudra peut-être avoir un diplôme pour avancer dans ta vie. La school is toch altijd heel belangrijk voor mij. Ja, ze geven ons daar goede kans voor door ons veel studie te geven en ons te begeleiden met bijlessen en zo. Dus dat is wel interessant. Ze zijn zo constant bezig met voetbal. Wat heel positief is voor hun ontwikkeling in de voetbal. Maar ze zien dan toch ook nog die andere leerlingen. En dat is heel tof aan dit concept ook. Ze zitten in een school met gewoon andere leerlingen. En ça les oblige à se remettre en question. Parce que je pense que c'est un milieu où on peut très vite penser qu'on est arrivé. Alors qu'au final, c'est la remise en question et le travail au quotidien qui fait qu'on peut réussir ou pas une grande carrière. Als je als voetballer, topvoetballer wilt worden, moet je daarvoor werken en dan moet je ook een beetje ervoor over kunnen hebben. Dat is 's middags trainen en 's avonds trainen en dan niet chips gaan eten en zo en slechte slaap gaan slapen en zo. La plupart des joueurs ont 7 à 8 entraînements sur la semaine. Donc pour nous c'est un réel plaisir. D'entraîner puisqu'on a les meilleurs joueurs de Belgique, on a des super conditions de travail, donc c'est vraiment gai d'avoir au quotidien des enfants comme ça. C'est surtout encore plus gai de voir leur progression. Ik denk dat dat een heel belangrijke taak is van een club om naast het sportieve ook de school extra aandacht te laten krijgen via dat Purple Talents project die in feite een evenwicht is tussen studie en sport. Mon but, c'est d'arriver ici en équipe première le plus rapidement possible. Je vais me battre pour réussir ici en équipe première. Ik zou eerst graag hier in Anderlecht in de eerste ploeg komen als dat mogelijk is. Maar ik besef wel dat ik er nog heel hard voor moet werken. En dat de kans niet voor veel weggelegd is, maar ik ben wel ambitieus, dus we zien wel waar we geraken. Maar ik denk vooral voetjes op de grond houden.